Als ik dan iets ben, ben ik een Hagenaar. Vreemd. Terug in Nederland. Terug bij de familie van mijn moeder. Alleen. Ik was hier eerder, maar weinig is bekend. In een vreemd gezin, met een andere taal. Er is veel dat ik niet versta. Veel dat ik niet begrijp. In de 6e klas op de lagere school bij meneer Segaar, het hoofd. Het interessante aan het nieuwe meisje is er snel af als blijkt dat ik niet van top op weet. Of van kattenkwaad, zoals belletje trekken. Vreemd ben ik voor hen. Ik ken geen breuken, maar wel decimalen. Ik spreek Engels, maar ken een boel Nederlandse woorden niet. Ik weet niet van Sappermeer of Hoge Zand, maar wel van Griekse wijsgeren. Ik ken geen afhaal-Chinees, maar eet wel met stokjes. Op de tv zie ik André van Duin, maar lachen moet ik er niet om. Ik lach sowieso weinig. Vreemd voel ik me. Op de tv zie ik de stille kracht. Die acteurs zeggen me niets. Maar vreemd begrepen ben ik. Mijn vader sprak nooit over die dingen. Toch herken ik die diepe wateren, die zware, zwijgende mystiek, afgewisseld met de hysterie van hoe het hoort. Vreemd bekend treft me de onmacht om de gebeurtenissen te begrijpen, te sturen, te weerleggen. Het tegelijk aangetrokken en afgestoten worden door één en hetzelfde. Het te ondergaan, erdoor meegesleept te worden, het te haten en ernaar te verlangen. Wie is die man die me zo begrijpt? Die over zijn eigen graf heen mij bereikt in alle aspecten van mijn eigen ontheemd zijn. Wie begrijpt mij zo goed? Wie is de persoon die mijn vreemdheid zo treffend herkent? Een schrijver. Louis Couperus. Die exact 100 jaar voor mij geboren werd. Op jonge leeftijd vanuit Den Haag land verhuisd. Uit Indië terug naar Nederland komt en hier vreemd is. Die vreemdheid blijft hem zijn leven lang bij, zoals die ook deel uitmaakt van mijn persoon. Hij reist op zoek. Doch vergeefs. Zo hij al iets is, is hij een Hagenaar, als ik. En hier is mijn plek. Nog steeds in verlangen naar elders. Naar een thuiskomst op een plek die nog gevonden moet worden.